Is een espressobar gelegen in een opkomende buurt in Antwerpen, op het eilandje, meer specifiek. Het is een espressobar die werkt met lokaal gebrande koffiebonen. En de naam, van waar komt de naam? Dat is eigenlijk ik, als jonge ondernemer, die met mijn broers een barretje opgericht en wij dragen alle vier bretels. Dus ikzelf aan de koffiemachine, mijn broers in de bediening en we lopen rond met bretels. We hebben een aantal leuke elementen in onze zaak verwerkt die het vintage gevoel versterken, zoals onze boekenkast, een aantal meubeltjes, zetels, echt puur vintage en een zeer oude radio die trouwens ook nog functioneert. Ik heb slow coffees, ik heb espresso's, dus op espresso gebaseerde dranken. En slow coffees, zeer specifiek, zijn traag gezette koffies met koffiebonen die iets minder sterk gebrand zijn, dus iets zoeter zijn en iets meer nuance geven in een koffie. Eigenlijk zoals de grootmoeder de koffie opschonk, maar dan modern geïnterpreteerd. Verder hebben we iced teas, warme thees, uiteraard ook van degelijke kwaliteit. Hebben we chocolademelken en tijdens de zomermaanden hebben we een ruim aanbod aan ijskoude melkdranken, ook op koffie gebaseerd weliswaar.